Het raakt me. En het onbegrip. Hoe dan? Hoe kan dat nou? Hoe kan iemand dat doen? Met Martijn gaan we terug naar concentratiekamp Neuengamme. Hier in dit kamp, vlakbij Hamburg, zaten zijn achterneefjes vast. Edo van 12 en Lexje van 8. Nou, hier is inderdaad de plek waar de barak heeft gestaan, barak 4A. Hier zijn de 20 kinderen naartoe gebracht zonder dat de andere gevangenen van Neuengamme dat wisten. Niemand in het kamp mocht weten wat hier op deze plek zou gebeuren. De gruwelijkheden. Het Joodse gezin groeit op in Eindhoven. De hele familie wordt gedeporteerd naar concentratiekampen. De ouders overlijden al snel in de oorlog. En dan staan er twee mannetjes alleen. Zonder moeder. Vader weten ze niet. En die staan in Auschwitz alleen. Ja, hoe moeten zij zich hebben gevoeld zo jong? Geen ouders. Ja, verschrikkelijk. Daar kunnen wij ons niks bij voorstellen. Niets. Ze zouden het hier beter krijgen in kamp Neuengamme. Maar in plaats daarvan worden ze misbruikt voor medische proeven 5 maanden lang. Ze krijgen tuberculose in hun organen gespoten. Ja, dood en doodziek waren die kinderen. Die konden zijn bed nog niet meer uit. Dood en doodziek. Wat doet dat met je om te horen? Het is je familie. Niet te doen, hè? Het is eigenlijk niet te doen. Iedere keer als ik het vertel, ik kijk een brok in mijn keel en deze zijn nou niet van de wind. Natuurlijk is dat en doet dat iets met je. Tegen het einde van de oorlog wil Hitler alle bewijzen vernietigen. De jongens worden naar deze school gebracht, verderop, Boelenhoezerdam. Niets vermoedend met hun weinig spulletjes. Zelfgemaakte speelgoed van andere gevangenen hadden ze meegenomen. Ze dachten dat ze naar huis gingen. Hier worden ze uit de auto geladen met hun twee Nederlandse verzorgers. Die gaan naar binnen de kelder in. Die worden meteen opgehangen. En daarna de kinderen, niets vermoedend, nog vragend waar zijn de twee verzorgers. Dit is de plek des onheils. Kamers hiernaast moesten ze kleertjes uitdoen. En kregen ze een laatste spuitje met morfine. En toen zijn ze één voor één opgepakt en naar deze ruimte gebracht. En hier zijn ze één voor één aan de verwarmingsbuizen opgehangen. En ze waren dus te licht. En hebben de heren SS'ers, ze moeten aan de armbenen moeten hangen om de nekken te laten breken. En dat is hier gebeurd. Vandaag is er een herdenking voor de jongens op hun eigen plantsoen in Eindhoven. Het verhaal vertellen blijft hard nodig, weet Martijn. Maar het is niet die ene dag. We moeten juist stilstaan als we die krant lezen en lezen dat de Holocaust ontkend wordt door sommige mensen. Kom op man, dan sta maar eens stil en dan loop hier maar eens rond of kijk maar eens naar de plaatjes van Auschwitz of ga er maar naartoe. U denkt nog iedere dag aan ze? Elke dag.